Nu pak ik het meeste werk. Hoe netjes dat is, mensen. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Joshua. Het is lang geleden dat ik zo gevlogd heb. Ik wil even zien hoe ik nou vlog eigenlijk. Normaal weet je dat ik een camera in mijn hand heb. Nu film ik zo weer een keer. Met een standaard. En we gaan vandaag iets leuks. We gaan vandaag iets leuks doen. Want zoals jullie weten heb ik een doek. Een verfdoek. En wat. En dan wat nog verf. Ik had er heel vaak wat voor soort onderwerpen gaan schilderen. Toen ik een heel vraag, maar niemand kwam echt met een antwoord. Dus we gaan. Dus ik heb nu iets vets bedacht. Zorg voor de ondergeluiden. We gaan nu iets met Instagram Spotify maken. We gaan een hele vierkant uittapen met een playknop en met die dingen. Ik heb een afbeelding gestuurd op Instagram. De persoon die ik heb gevolgd, vervaagd en de titel en de liedje ook vervaagd. Jullie mogen raden van wie het liedje is en wat voor liedje. Oké? Ondertussen gaan we alle vers spullen pakken. Maar ondertussen zit hier een lief poesje. Hey meisje. Ja, ga je geen meisje naar onder toe? Ga je mee? Of ga je heen, schat? Ah, dat is nog eentje. Tijker Bottenberg. En Mila Bottenberg. Kijk, wat ben je doen? Waarom zit Mila hier ook? En dan gingen mensen drie katten op één scherm. Daar zie je twee kopjes. En daar zie je gewoon een zwarte. Ook zie. Ah, aan beestjes. Aan mijn kam. Nee, ja, dan gaat die twee doen. Zo! Vertel eens wat je kinderen doen, schat. Dat is de mama. Die twee kinderen. En dat zijn twee kinderen. Hey, kijk of de twee kinderen zien. Kijk, daar is één kind. Ik kan het niet aan meteen. Rustig, hè? Rustig, hè? En mijn ondertussen zijn. Houden we? Houden we? Maar nu ga ik een schilderen. Trouwens, mensen. Het plaatje. Ja, voor me heb ik al gezegd, maar als het niet zo is, zien jullie nu het plaatje wat ik ga maken, maar wel met mijn eigen thumbnail. Goedemorgen! Ik was af. Hoeveel was je, als vraag mag? 23. Oké. Okay. Ja, hallo, goedemorgen. Mensen! Hi! Met jij? Jij bent een kind. Hier. Koosje weet nog niet wat ik hierop ga schilderen. Yummy! Oh, dat vroeg lekker daarheen. Wat zei Koosje? Wil je nog eens de mensen voor me uitpakken? Dank je. Ondertussen hebben we hier duct tape. Of schildtape moet ik zeggen eigenlijk. Ja, we moeten gebruik hebben. De verfspullen liggen daar. Die verfspullen liggen daar. En sorry dat ik het zeg, mensen, maar hier lagen toch kwasten in. Mijn vergissing. Ik ben niet zo goed op opletten eigenlijk. Oh, een schilddoek. Is dat een probleem?
Nee. Pas niet. Zo. Zo ja? Dat is niet opruimen, hè? Wil je mee voor mijn vlog? Doe is iets geks. Goed zo. We gaan hier de schilderspullen uitpakken. Mensen gaan ons nu hier de spullen uitpakken. Hand op een raadsel. Mag ik kijken? Mag ik kijken? Wat kijken? De schilderij. Ja hoor. Hoppa. Als ik af ben, dan kijk ik soms, hè. Oké. Wat ga jij maken, Busje? We gaan maken? Ja. Iets met Spotify. Het Spotify logo? Nee, iets met Spotify. De mensen dus, hier zijn de kwasten. Ik had het de vorige keer over het hoofd gezien. Heel dom van mij. We gaan even de verse spullen pakken ook nog. We maken even hier ondertussen het lichaam. Hé, hey, mensen, als jullie ooit drie knoppen bij elkaar hebben. Oké, dit is. Mensen, als jullie ooit drie knoppen bij elkaar hebben, schrijf gewoon de naam op. Op de tafelknop. Omdat de tafel lamp is. De keukenlamp. Omdat ze hier op de keukenlamp op druk. Ik ga de keuken in de keuken aan. En hier is de buitenknop. Daarvoor. Let maar op. Als je de buitenknop aandoet. Holy shit! Dan ga je buiten aan. Zo. Dus als je, dat is ook een handige tip voor jullie. Hebben jullie zoveel knoppen bij elkaar? Yes, schrijf gewoon een naam. En niet met pen of stift. Ik heb wat goud! Kijk, ik zie hoeveel goud. 500 goud. Nu pakken we een bord. Lekker deze. Als mensen als een dropje uitknopt, doe altijd een beetje stevige vastdraaien. We pakken een bord. Nee. Gewoon beter een plaatje of een blaadje. Dan is het minder afwas. Vroeger mocht ik borden gebruiken om op te schilderen. Zo, een paar blaadje. Geef dan inleggen. Zo. Oké mensen. Nu heeft deze wapens. We zitten bij de laatste twee. Eentje. Wordt dit nog eens de tweede win op camera? Trouwens mensen, ik ben als laatste geëindigd met winst halen. Papa is al tweede goed. Als tweede goed. Ho! Sorry. Maar goed hoor. En maar goed toch Noah? En die schelden nou waar. Behalve kut. Ja. Maar niet uit. Dan mensen nu. Nee. Rondje. Of kruisje. Huh? Wat is dit? Dan ga je naar de lobby. Omdat je bij de tweede bent. Dan heb je zo weinig keuze. Oh. Die afsluiten? Ja. Koosje, ondertussen gaan wij koosje hier aan beginnen, koosje. Jij gaat alleen maar wat plakken. En dan is het ook een beetje voor jou. Dan ga ik schilderen. Hé, Klein! Goed. Dan zeg ik, zet jullie... Ja, doe maar Klein al. Doe maar even alles Klein. Het is Klein. Waarom moet ik plakken dan? Mensen, ik zit ondertussen even hier op de stoel te monteren jullie. Om even turn-ups te maken hiervoor. Zo. Oké, mensen, dit gaat nog even duren. Oh.
Oké, mensen, start. Mensen, ik wil dit namaken. Hoe gaan we dat doen? Nou, ja, weet je wat? Mensen, ik zet even de camera uit en dan zien jullie het ontwerp. Oké, mensen, ondertussen hebben dit al. Hier het vierkant en hier het pinkknop. Hoop zie je hoe het licht aan. Oké. Dat hebben we nu nodig. Voor jou. Oké, mensen. Dus is het zo. Ik ga nu verder. Ik heb hopelijk de vierkantjes, de driehoekjes even gelijk gemaakt van zoals deze vierkantjes. De lijntjes die komen dadelijk. Ja, maar dat kunnen we nog altijd doen. Dus mensen, we gaan nu even verven. De driehoekjes mag Koosje de kleur kiezen. Doe een mooie kleur kiezen, Koos. Want jij mag het. Ik zie het en jij mag de kleur kiezen van mij. En de kleine details doen we met de hand. Mooi rood, dood. Oké. Okay. En ik heb hiervoor al voor een mooi fiets. Ik denk dat alle kleuren gewoon door elkaar heen door. Dat is ook mooi. Nou, Koos, mag je hier een beetje verf op doen, Dan pak ik vast de kwasten. Dat is nog een vraag. Hoe krijg je ze eruit? Gewoon zo. Ik denk dat mensen hè, verf zou ik pakken. Ik zou denk ik deze pakken. Nee! Op het doek. Zo, pak ik deze. Mag Koosje mij filmen? Die Koosje, wil je me filmen? Koos, doe je hem filmen even? Oh, ja. Dadelijk. Wat dun. De verf? Ja. Ja, misschien komt het omdat je ook hier warm is. En mijn beeld, mij in beeld brengen, hè? En soms dat doe ik. Go Max. Ik kan beter voor jou. Jij hebt een schuin. Ik kan beter dat ding voor je af halen. Dan film je recht. En dat ding is eraf, voor Koosje. En film gewoon zo als je eigen kamer filmt. Waar heb je een godsnaam groen gepakt? Als vraag mag. Oké, mensen, we beginnen. Oké, we gaan even zo zitten, mensen. Oké, wat zou rood moeten gaan gebeuren, Koosje? Rood, je had rood gepakt? Kleine. Allebei de kleine rood? Ja. Dan is het ook even mooi als alles. Hoi. Hoi. Wat gaat je zwemmen? Is het echt wel schilderverf, of zeg maar? Nee. Ja. Echt rood zijn. Oké, dat zal wel rood zijn. Meer is oranje. Ja, is rood. Ja, waarom pak je oranje? Je ziet toch dat het duidelijk kleurverschil is als je naast elkaar houdt. Ja. Kijken. Mm-hmm. Ja. Maar als het diep genoeg rood schildert, zou het staan rood worden. Dit is een oranje. Moet gewoon een beetje dikker opverven, mensen. Moet gewoon een beetje dikker opverven. Waarom mag ik nou niet kiezen? Dan mag je de volgende, oké? Yes. Mensen, kijk mensen. Oh, ja. Mensen, kijk hoe dik nou het hierop zit. En hier dik. Dus waarschijnlijk is wel. Mensen, zo lijkt me één grote rode vlek. Ja.
Liefkoosje? Nee, nee, nee. Bloed. Bloed. Oh, bloed, ja, bloed. Ik ga echt een dikke rok verven. Oké, dat was dom. Hoppa, zo! Zo, dit noemen we schilderen. Met Joshua. Oké, mensen. Koosje, de grote rode. Noah, pak ze voor mij een beetje water en een doekje. Koosje, en de grote rode knop. De play knop. Welke kleur moet je? Blauw. Oké, moet even wachten, mensen. Jullie zien dat we meteen, als Noah in de klas water komt, een doekje. Een paar uur later. 10 uur later. Dank je. En liedje, en doek nog een kukkerel, een kukkerel. En zo mensen, dit is satisfying. En gewoon, dicht bij glas, tegen glas aan mensen, ja. En gewoon heel, goed, gewoon heel diep zo. Het werkt niet eens. Oké, laat maar. Het was toch niet zo ver. Satisfying. Kun je eigenlijk met je eigen haar een kwast maken? Dat is in een paar komende video's. Ja, touw scheren. Nee, doe maar groen. Groen? Ja. Oké. Okay. Ik had liever die lichtgroen gepakt, maar omdat lichtgroen een beetje mijn liefste kleur is. Dat zie je ook op mijn banner. Dat is mijn favoriete kleur. Maar oké, okay, maar misschien donkergroen verandert het. Wat wil je met deze hele groene grote? Maar gewoon dik op te werken, volgens mij. Iedereen is er. Nee, moet je dat niet doen. Dat is best. Maar waarom kan ik niet dik erop? Ja? Wat? Ga je met dit doen? Weet niet. Mag ik dit schilderen? Nee. Je weet niet wat ik wil. Wel. Je hebt wel je button. Nee. Wat dan? Oké, mensen, dit zijn mensen nu goed. Die gaan we even drogen. Oké, nou, kijk, wat hebben we nog mee nodig voor dit? We hebben nog blauw. Roze. Denk, oh ja, hier komt nog mensen, hier komt nog een woord. Hier komt nog een woord, maar dat doen we met stift. En hopen dat we dan mijn eigen Spotify ding hebben. Als het goed hebt dan. Zo, pak nog even een dikke kukkerel. Even hierbij even piek aan elkaar vasthouden. Rol. Gewoon heel veel aan elkaar en niet aan elkaar rukken. Wat is het moeilijk om dat te draaien. Ja, zo is het nog hoor. Hoe vind je heel vol? Ja, je vroeg toch om een paar stukken. Jij de rol? Ik niet. Ja, jij vroeg een paar stukken. Oké, mensen, dat is goed. Oké, nu denk ik mensen dat ik heb twee variaties voor die grote vierkante mensen. Of echt alles. En gewoon bloek, 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 bloek. Of een paar vegen helemaal gewoon zo, dan zo. Dat is mooi, denk jullie. Laat Joshua nog wel maar beslissen. Wil je alle kleuren door elkaar heen of een paar kleurvlakken? Of geen? Gewoon even zo vegen. Dus hebben we gewoon wat op mijn laptop staat. Mag ik een keertje iets kiezen van de kleuren? Kies maar een paar mooie kleuren. Kies maar ongeveer 7. 7?
Alle kleuren van de regenboog. Ja? Roze? Of paars is meer. Ja, op camera lijkt me lijkt meer roze op camera. Ja, lichtgroen. Oké. Okay. We pakken ook een beetje blauw. Dus die... Zwart en donkerblauw. Ja. Oh. Leg die daar neer. Donkerblauw nee, heb je. Oh. Wat is dat een mensen kleur? Hier zit ook donkerblauw. Nee. Dat is paars. Nou, weet niet, oké. Zwart ga jij doen? Ja? Dat is meer oranje, denk ik. Nee, of bruin. Weet ik niet, mensen. Geel. Rood. En nog één. Ik denk meest van. Bruin. Lichtblauw, denk ik. Denk ik met lichtblauw. Of deze. Ja, deze. Deze? Maar kan. Ja, blauw. Oké, doe maar. Koos je net. Okay. Corona! Zet jij even alle kleuren even op? Alle kleuren? Dan zorg ik eens. Pak even. Nee, wacht. Noah? Ja? Doe me even weggooien. Of vers ik van je. Oeh, kijk mooi. Hoe gaan we weer weg? Oh, vers. Ja, gewoon niet. Noah, dat is gewoon smerig. Hoop ik wel dat het echt mooi. En dan zien jullie in de aankomende vlogs ook bij een paar keer. Dit gebeurt nu allemaal in één keer, oké? Okay? Onthoud dat even, dit gebeurt allemaal in één keer. We doen het ook een paar vlogs verdelen, zeg maar. En dan zien jullie voor de rest timelapse. Ah, lekker. Oké, okay, dan zien we gewoon timelapse de volgende keer. Ik zet jullie even daar echt op. Met dat ding. En dan zien we de timelapse. Hey, maar dat is om tussen te beginnen. 3, 2, 1, go, timelapse. Het is lekker, hè? Hoezo, maar... Nou mensen, en dan is het dit. Het einde staat een beetje. Dit voel je, of niet? Wat deed hij dan? Ah, rij op tijger. Maar niet meer of is het lacht, hè? Dit moet nu even drogen, mensen. Nou, mensen, ik heb mama gesmeed. Of mama even de video wil liken. Dus mam, in de, dus mensen, jullie zien in de volgende vlog, dus de vlog voor de volgende vlog, zien jullie mama een coronatest doet. Mensen, hebben het eerste cadeautje al van Noah. €15 voor Ballstars. Dus we zullen vast naar binnen gaan? Ja, dan gaan we bij de action nog een pakje op een videoscoop voor de cadeau-roulette. En mensen, ik heb dus dit gekocht. 2 coronatesten. Een bekertje. Een ding. Dit verkocht. En dit voor als Noah onderkomt. Dat zien we op 4 mei. Als Noah jarig is. En Giselle. Ja. Dit heb ik gekocht. En op naar huis toe nou. Mensen, zoals zien... Ben ik thuis. Ik heb even mijn camera gepakt, snel van boven. Ik ga dat ding afhalen. Oh, dat hè. Ik moet die pakken. Nou mensen, gaan we wat doen. Oeh, strak lijn. Tweede strakke lijn. En derde strakke lijn. Die is weer beter, denk ik. Die is weer beter. Maar deze is niet zo netjes, moet ik zeggen. Ja. Waarom ik nou niet? Dit is ook best netjes gelukt. Maar niet zo netjes als die twee. En dan is het wel zo droog. Nu pak ik weer de meeste werk. Oeh,
kijk hoe netjes dat is, mensen. Kijk hoe netjes dat is. Ja, maar moe? Ja, moe? Je bent wakker bij mij, hoor. Hallo. De laatste mensen. Oh, 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 oh. Zo. Ja, ik wil een netjes test. Hoe vind je het? Hoe vind je het? Kijk, ja, ik heb een mond. Vast. Nee, ik heb geen boek aan mensen. Sorry daarvoor. Een beetje schuin hier lopen. Ja, deze, hè? Ja. Koosje, deze is een beetje schuin. Ja. Maar dat is wel even netjes. Ja, ik vind het wel netjes. Ja, ik vind het wel netjes. Mensen, dat zeg ik voor deze vlog. Mensen, eerst doen, dan denken!